没有。哦，对，我们村里的，把你杀伤的噻。我们村里的，阿妈，我干嘛？Het is een prachtig vierspand. Links voor Sacredo en Barot Pinto. Rechts voor Ed Raket en Andalusia. Links achter Micro en Barot Pinto. En rechts achter Pinto op een Barot Pinto. De aanstelling Anne Okkema komt uit Britswet. Achterop Thijs Fokma en Frans Fokma komen beide uit het jongens. Staat nummer 117. En ook Anne zal ongetwijfeld elke keer weer de route nemen door de hindernis heen. Naar de volgende doorgang. Zal ook niet het risico willen lopen om binnen door te rijden. Kijk voor de lange lijn. En zo zou hij 16 door de hindernis heen moeten rijden om uiteindelijk te finishen. Op weg weer door de zeepoort. Ja, netjes. Ja, kom maar jongens. Ja, heel netjes. Die voor zit hier allemaal weer in de hals te blijven. Oh maar jongens, oh maar jongens. Ja, prachtig hier in de D-poort. Dan krijgen we hier een prachtige wending voor de D-poort. En dan is het nog niet het aangeveer of niet? Ja, tentjes. En mooie tempo erin houdend. Kijk, een bijt hier. Ja, snelheid zit erin. Weer zo'n wending. En dan voor de laatste keer door de hindernis. Dan denk je genieten van de combinatie. Hamilton 17. De hindernis 7. De heer Anne Okkema uit Britswet. En Thijs en Frans Fokma. Even alles laten staan. Ja, Mercedes. Is binnengekomen de heer Anne Okkema. Nou, de paardenliefhebbers onder ons weten wie Anne Okkema is. Anne Okkema uit Britser. Twee groens achterop, Thijs en Frans Fokma. En ze rijden hier met een vierspan. Anne is al vanaf het begin actief bezig. Driesen wat een rode. Heeft al vele jaren meegereden en vorig jaar was hij hier kampioen. Dus alles is er aangelegen voor Anne Okkema om zijn titel te prolongeren. En hij zal er alles aan doen om in het vierspan, in de categorie vierspan paarden, weer die titel binnen te halen. Het is prachtig om te zien hoe hij die vier paarden de juiste kant op wijs, op druk. Hij geeft dus duidelijk aan waar die paarden langs moeten lopen. Waar ze moeten gaan. En dan, als er dan ruimte is, snelheid maken. In dit geval richting die waterput gaan. Kort om die bocht gaan. En dan zoeken naar de letters. Hoe gaan we die nemen? Hoe nemen we die? Nou, daar weet ik zeker dat hij dat vanmorgen vooraf al duidelijk wist. Gisteravond waren ze druk bezig. Onderwijs spelen met veel spek. Stroom al weg. Goed zo. Kampman. Ja, dat ik wou zeggen. En nou wie het eerste, jullie mogen alle twee naar binnen doen, wie het eerste die hoed heeft. Wie het eerste die hoed heeft. Nee, op het paard. Op het paard, wel op het paard blijven. Ja, goed zo. Ja, fantastisch. Fantastisch. Gosse, Pieter Elling gaat Britswet. Fantastisch, jongen. Goed zo. Ja, oké, fantastisch. En nou, dit wil het publiek zien. Ik zei, ga maar een beetje bij elkaar. En dan ga je naar binnen toe. Ja, geeft niet. Nou, nog maar een rondje. Dit mag je een kwartier volhouden, hoor.
Dit mag ik gewoon een kwartier volhouden. Kijk eens, het is net in de sprint in de Tour de France. En ja, goed zo. En nou naar Dirk toe. Kom maar, kom maar. Nee. Oh. Ja, en wie dan wel? Wie dan wel? Oh, die armpjes zijn zo kort. Proberen, meiden. Proberen. Ah. Goed zo. En roze droog u zieren om. Vleer op wij zong het beste land van Mieren. Het Friese land van Vissing hebben we het even over gehad, gaan we het zo meteen weer over hebben. Anne Okkema zien we hier uit Britswijk. En hij rijdt met Kledo, Mico, Jesse en Ricardo. En het is een span bij rotte paarden. Mooi gezicht. Anne die komt hier volgens mij ook elk jaar. Heel mooi span paarden. Een rijkheid aan kleuren. En in snelste tijd bij de Vries Pantade gaat heel even kijken. Wat is er weer? Ik weet niet wat de snelste tijd was. Maar dit gaat goed. Nu even een ophouding, even kijken waar moeten we heen. Even terug. Dan naar die E-poort, schuin naar beneden. En zien dat we de boel in de wielen houden. Nou, zo'n vierspan paarden gaat natuurlijk niet bij de E-poort draaien. Dat kan niet. Dat is te lang. En nu wil ik over de grooms te geven aanwijzingen. En Anne volgt ze heel netjes op. En de grooms, dat zijn Thijs en Frans. En dan is het naar beneden. De uitgang vrij, de klok loopt. En we zijn benieuwd. Het is een snelle tijd hoor. 1.34.
Ja, hij moet een lange haal nemen. Achterop een mooie Friese paard hier. En dat is natuurlijk voor hem een hele mooie combinatie op deze manier. Jonge paarden nog. Even kijken hoe oud ze zijn allemaal. Nee, er staat niks bij. Geen informatie. Oh, jammer. Ja. Maar we halen de tijd in bij. Ik kijk de tijd van 1 minuut 15. Dat is wel een goed gehaalde tijd. Ook voor Owen Akkerman. Hij moet nog een paar seconden de laatste poortje gaan gaan door. En dat gaat de goede kant op. Ja. Hij haalt de 1 minuut 15. Haalt het denk ik wel. Oei, dat kleine limit even wat. Maar 1 minuut 13. Hey. Hij haalt de 1 minuut 15. De 1 minuut 15. Ja hoor. Oké, de man in Bressum in actie, Owen Akkerman. Owen Akkerman in Bressum werd viersman paard. Micro en Traket, Ricardo en Heerke, die staan voor elkaar als het goed is. Dat is althans wat het laatste is doorgegeven. Maar je zit er weer bij. Vierspan, paars. Prachtig om te zien. We kijken ze even. Ze willen wel. Even op een lange baan, even kijken wat de snelheid is. Nou, die zit er goed in. De man uit de Prismus. Altijd garant voor actie op de baan. En vandaag zijn we op blijdheid wie het bij is hier in Driessen Waterswaard bij het Open Friese kampioenschap natuurlijk. Laatste eentjes, 1 minuut en 17 seconden voor Owen Akkerman. Super gereden. Natuurlijk ieder niet zo in volle galop eruit.